mooie steunbetuiging van de spelers van Cambuur voor de zwaar geblesseerd geraakte Kashkili, de rechtsback, ontbreekt. Zware knieblessure komt in dit seizoen niet meer in actie. Marco Tol is de rechtsback in de formatie van Henk de Jong. Cambuur dus thuis tegen FC Eindhoven. Eindhoven zonder de geschorste Amavor. Wel een blazersplaats voor Van Dorum. Brondeel is de aanvoerder. Eindhoven krijgt wat mogelijkheden in de eerste 10 minuten. Dit was Özan Kökçü voor de formatie van Willem Wijs. Dat zijn laatste 5 wedstrijden in de competitie niet won. Cambuur bezig aan een hele goede serie. 7 wedstrijden ongeslagen. 5 van die 7 wedstrijden won het. Inmiddels opgeklommen naar de 5e plaats. Dit is een mogelijkheid voor Rottier. Voor de ploeg van Willem Wijs. Het is een vermakelijk eerste gedeelte van de wedstrijd. In Leeuwarden, af en toe in de sneeuw. In ieder geval in de vrieskou. Voorzet van Balk. En daar bij de tweede paal kwam Fedde de Jong nog inlopen. De middenvelder die scoorde voor Cambuur in de wedstrijd tegen VVV. Vorige week 1-2. Fedde de Jong scoorde ook tegen ADO Den Haag. De wedstrijd die Cambuur won in de residentie. Daar was hij weer. Fedde de Jong, mogelijkheden zijn er genoeg. In het eerste half uur. Rottier. In duel met Silla. Eindhoven neemt toch over. Simons. Daalhaus. Bal helemaal achterin. En dan Rottier uit de draai en binnengeschoten. En 0-1. Zo staat Eindhoven toch verrassend op voorsprong. 5e doelpunt van het seizoen voor Evan Rottier. Silla kan eigenlijk niet kiezen tussen 2 spelers van Eindhoven. En Rottier maakt het heel knap af. Dat was nog niet zo makkelijk. Dan deze situatie. Silla naar de grond en een strafschop. Zo geeft de scheidsrechter aan Martin van der Kerkhof. Eugenia begrijpt het niet, maar protesteert toch ook niet echt. Het contact is er eigenlijk niet te zien. De val is mooi van Silla en de bal gaat op de stip. Cambuur heeft een specialist, Milan Smit. En Smit is heel trefzeker vanaf de strafschopstip. 6e minuut de penalty voor de aanvallen van Cambuur. 12e doelpunt van het seizoen voor de 20-jarige. Opnieuw Cambuur. Smit. Oudrikis probeert nog voor zijn man te komen als de voorzet niet optimaal is. Breij. En dan de bal in de handen bij Brondeel. Brondeel die nog uitblinken was bij FC Eindhoven in de wedstrijd tegen Topos vorige week maandag. Tweede helft dan. Eindhoven in de aanval met Rottier. Bal blijft hier liggen. En dat is een knappe redding van Van Os. Op de inzet van David Garden. Ook in de tweede helft zoekt FC Eindhoven daar waar het kan de aanval. Breij. Heel veel ruimte voor Balk. Oudrik is in de punt. Smit vraagt al om de bal. Balk wil het zelf doen. Toch nog een kopbal van Oudrikis. Mooie showduik van Brondeel. Maar de bal gaat er niet in voor Cambuur. Cambuur dat in de tweede helft wel sterker wordt. Bergsma. Silla speelt een goede wedstrijd. Sekou Silla, de man uit Guinea. En die bal nog aangeraakt door Dion Dorenbos, maar wel gepakt door Brondeel. Er komen meer kansen voor de ploeg van Henk de Jong. Henk de Jong die zijn spelers al waarschuwde voor het stugge FC Eindhoven. Van Kaam, Fedde de Jong. Breij, goed gevoetbald. Prima aanval van Cambuur, maar het schot mist wat kracht van Roberts Oudrikis. Het lijkt toch wachten op de 2-1 voor Cambuur. Bergsma. Altijd aanspeelbaar Silla. Voorzet van Silla. Oudrikis en Breij is daar vrij. En het is 2-1 voor Cambuur. 7e doelpunt van het seizoen voor Michael Breij. Wat is hij vrij zeg, op 5 meter van het doel. Dat mogen de verdedigers van FC Eindhoven zich toch aanrekenen. Cambuur wil meer. Opnieuw Breij, nu toch wat wild geschoten. Maar de nummer 5 in de keukenkampioendivisie lijkt op weg naar weer een overwinning.
Heel veel punten pakte Cambuur sinds de komst van Henk de Jong. Wat kan Eindhoven nog? Rottier loopt weg bij Bergsma. En binnengefrommeld door Joey Slegers. Hij maakt zijn rentree in deze wedstrijd na een hamstringblessure. Speelt zijn eerste wedstrijd sinds eind september. En misschien is het wel een eigen goal, maar Slegers krijgt hem op zijn naam en het staat 2-2. En dan Rottier tussen twee verdedigers van Cambuur in. De bal gepakt door Yannick van Os in zo'n beetje de laatste seconde van de wedstrijd. Zo komt er dus geen overwinning. Of kan het nog voor Cambuur? Uldrikis. Invallen Kooistra. En dan past het niet voor de thuisploeg en fluit Van de Kerkhof af. En eindigt het teleurstellend voor Cambuur in 2-2. Weer een gelijkspel voor Eindhoven.